Hey mensen, super tof dat jullie kijken bij een gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Ruben van Ruben Gaming en vandaag hebben we een super toffe update video. Vandaag in Oosterhout V1. Ik ben vandaag met de game creator Giel de Winter 449. We hebben vandaag een update video. Er zijn de laatste tijd wat leuke updates gekomen. Onder andere een koninklijke manifestatie-team, nieuwe brandslang voor de brandweer, een brandweermeldingssysteem en nog wat nieuwe wapens en dat soort dergelijke. In ieder geval, doe een blauw duimpje omhoog en vergeet eronder niet te abonneren. En dan gaan we meteen beginnen. Ik zou zeggen, kom maar mee, Giel. We beginnen hier bij de brandweerkazerne. Hier is in ieder geval, hier achter de brandweerkazerne is een nieuwe rotonde geplaatst. Ik vind de rotonde er op zich wel, ik vind hem er super tof uitzien. Misschien dat er nog wat een en andere decoratie kan geplaatst worden. Een of andere bomen hier of zo, hier in het midden. En verder, ja. Hij ziet er niet verkeerd uit. Dus voor de developers die hem gemaakt hebben, I don't know wie het gemaakt heeft. Even een shout-out naar jullie. Ook alweer een nieuwe brandslang voor de brandweer. In ieder geval, die kan je ook gebruiken als je brandweer bent. Kan je slangen aansluiten. En dan kan je lekker brandjes blussen. Ik weet niet wat hier ondertussen klitst, maar dat boeit even niet. Hier hebben we Giel, hij is over brandweer geworden in ieder geval. Ik hoop dat hij het even voor kan doen. Ja, precies. Hij pakt in ieder geval zijn slang, hij klikt hierop en dan, kan hij lekker blussen. Oh, wat is dit nou weer? Hij heeft van alles en nog wat harken hier en zo, weet je wel. Al die oude meuk. Even kijken hoor. We kunnen meteen doorgaan naar de eerste, naar de tweede update. Want ja, dit is natuurlijk de eerste update. Ik zit even te kijken welke update zullen we pakken. We hebben wat kastspawners en een Kamar team. Ik denk dat we doorgaan naar het Kamar team. We moeten alleen nog even de koninklijke MSC-base vinden. Ik weet niet precies waar het is. Giel, ik weet niet of je kan vertellen waar het is. Maar ik weet dat in ieder geval niet. Want ik ben nog nooit bij de... Ja, Kamar geweest hier. Achter Burgspawn, denk ik. Ja, daar ergens. Daar ergens. Oké, jullie hebben zelf de Kamar beetje gemaakt, maar jullie weten niet waar het is. Ja, ik heb hem zelf niet gemaakt, snap je? Nee. Als je nou voor mij ver iets dom kijkt. Ja, daar zie ik de koninklijke manifestatie. Ik hoop niet dat ik voor Mars word geschoten. Tenminste, ik neem aan van niet. Het zal vast wel gebeuren, maar ik hoop van niet. Hier is de MSC-base. Ik herken deze base trouwens wel, want ik ben bij deze base een keer geweest in een livestream. In de livestream ben ik hier een keer geweest en dacht ik dat hier deze in zou komen. Maar blijkbaar heb ik het toch met mijn bolle haartjes heb ik het toch verkeerd. En is dit koninklijke MSC geworden. Het is wel een best grote base op zich. Hallo meneer. Ik trek even de kleding aan. Sorry, stafleden, zullen kijken. Even herders zetten. Kijk hoor, hier heb je de kledingkasten. Terwijl de kleding hier staat, heb je daar de kledingkasten staan. Lekker realistisch. Oh, deze niet. Oh nee. Hier hebben we het trainingslokaal. Ziet er op zich wel nice uit. Alleen alle muren zijn van steen. Meneer zegt, hè? Ja, hè? Oh. Kijk, je kan hier ook lekker koffie zetten. En daarmee lekker op de bank gaan zitten. Ik ga in ieder geval ook even het koffietje zetten. Ik ga niet op de bank zitten, want we moeten door. Zo, dag met de team. Lekker koffie drinken. Altijd lekker. Even kijken hoor, we hebben hier niks. Oké, handig. Even kijken hoor. Oh, we hebben hier de kastspanners. Even kijken hoor. Ik weet niet of Giel even de auto's kan spannen. Giel, laat hem. We hebben Giel, hallo, met u. Goed, even kijken. We hebben hier een auto genaamd, maar dat is de derde klasse. Wat gaat dat is? Oh, het is een Opel. Oké, nice. Ziet er mooi uit. Iemand die vraagt ondertussen, mag ik admin? Nou, 1, 2, nou nee. Goed, de volgende auto. Dit is een B-klasse. Oké, nice. Het ziet er wel tof uit met die graphics, zo die skin. Geen verkeerde auto. Oh, ja, dit is ook een top auto zo te zien. Het begint al goed. Spant hij nog? Oh, er is hij, ja. Dus kijk, de dienst justele inrichting Rotterdam-Rijnmond. Nou, het is Oosterhout, maar het is toch Rotterdam-Rijnmond geworden. Het ziet er wel nice uit, deze auto, jongens. Het ziet er echt tof uit. Vooral de skins vind ik heel mooi. Hier hebben we een Volkswagen Amarok. Ziet er ook niet verkeerd uit. Echt mooie auto's met allemaal. Dus ik vind ze er tof uitzien. En dan gaan we naar de laatste auto. Voor de HR2 Luitenant. En dit is een HRB B-klasse. Als ik dat goed heb. Toch? Ik denk nog eens even wat koffie van me. Ja, oké. Ja, top. Even kijken hoor. Nou, in ieder geval de HRB Mercedes G-klasse. Dus die ziet er ook super tof uit. Ik ga ondertussen even op mijn notitieboekje kijken wat de volgende update is. Rijkswaterstaat team gefixt. Dan gaan we daarheen. We gaan naar het Rijkswaterstaat team. Ik weet toevallig wel waar dat is. Ruben, die weet ze wel. Hey.
Dat is namelijk daar. Just Arxin had laatst namelijk ook een game review over deze game gemaakt. En die dacht dat het het ziekenhuis was. Die zei, oh, mooi ziekenhuis. Ik had gereageerd in zijn der van, hey vriend, wat is er nou weer gebouw? Want er staat hierboven ook Rijkswaterstaat, maar toch zag ik het niet. Even kijken hoor, hier is in ieder geval het Rijkswaterstaat gebouw. Nog steeds niet mega veel aan upgedate. Ik weet niet wat er precies aan upgedate is. Maar ik geloof niet al te veel, want ja. Het ziet er eigenlijk nog een beetje hetzelfde uit. Het gebouw is best kaal, zoals ik al zei in de game review. Ik geloof dat iemand even probeert de auto te vangen. Oh! Kijk eens, hoe zit je dit bord al in aan? Oh. Hoe zit jij dat bord aan, Giel? Weet je hoe dat moet? Je werkt bij hoge rang. Oké, nou, het bord kan je aanzetten bij hoge rang. Ik weet niet of jij dat te kan voordoen, of dat bij jou werkt. Maar ja, het is wel een nice auto. En hier hebben we precies dezelfde auto, alleen dan zonder bord. Precies alles hetzelfde, alleen dan ja, is het bord Lusu. Dus voor de eerste rank MWS. De eerste rank is voor. Oké, nice. Nou, het zijn in ieder geval mooie auto's. Het gebouw is nog steeds niks aangepast. Maar ik hoop dat dat in de toekomst wel zo gaat. We hebben nu de brandslang gehad en zo. Brandsysteem nog niet. Maar dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 bekijken, denk ik. Tenzij dat wel kan. Maar dan hoop ik dat Giel me zo eventjes brandweer gaat teamen. Wapens. Bij de politie krijg je vanaf nu een P2000. Dus dat is ook een leuk wapen. Nou, die kan ik ook niet pakken, want ik ben dat niet. Verder zijn er nieuwe kastpartners toegevoegd en wat mappen en wat wegen zijn verbeterd. Dus we kunnen nog niet echt heel veel meer laten zien in deze update video. Ik zie wel dat Giel nu politie is geworden. Dus ik ga even snel naar het politiebureau en daar zijn we toevallig ook nu al. Dus ik ga even kijken of hij wat kan laten zien. Ik ga trouwens zelf ook even politie worden, want volgens mij was er ook een nieuwe spawnlocatie. En ja, dan gaan we natuurlijk ook even een kijkje nemen, want we willen een beetje genoeg mee kunnen nemen. Moet ik eerst even. Ik doe gewoon even 42.01, I don't know. Even kijken hoor, hier hebben we de, je span met de standaard politiekleding. Dan kan je hier je koppel pakken. Hier een van de steekvesten en hier nog meer gekoppeld met wapens. En die zaken. Het koffiezetapparaat staat wel lekker hoog, dus mocht je koffie willen zetten, dan heb je lange armen nodig, als ik heel eerlijk mag zijn. Kijk hoor, verder, hier is ook nog steeds weinig aangepast. Nog steeds een beetje dezelfde decoratie eigenlijk. Ik weet niet of deze trap er al zat, maar ik heb deze trap nog niet gezien eigenlijk. En het welkom ding heb ik wel gezien nou ondertussen. Maar volgens mij is er ook weinig aangepast. Het is in ieder geval wel een heel donker gebouw. Je ziet er eigenlijk bijna niks, maar ja, daar moeten we maar mee leven. En ik krijg ondertussen ook vaak mijn salaris. Ik weet niet waar je ziet hoeveel geld je hebt, maar ik krijg wel mijn salaris binnen, maar waar je ziet hoeveel geld je hebt, I don't know. En verder zijn er niet echt updates, zover ik weet, wat ik momenteel kan gaan behandelen. Oh, ik zie wel dat er even een auto wordt ingespannen van OOV Audi. Die ziet er wel nice uit hoor, die struiking. Ondertussen heeft mijn Discord zin om ruzie te maken met mijn computers, dat is ook top. Goeiedag in ieder geval. Kijk, verder zijn er niet echt updates. Dus ik ga ook deze video afsluiten. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet eronder niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Laters.